Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog, deze weekvlog. Het is donderdag. Gezondheid. We zitten lekker aan de late ontbijttafel. En de kids zijn ook creatief bezig vandaag weer. Lea is hier lekker aan het plakken. Ja. Wie is dat? George. Ja. Mickey die was aan het verven. En nu is hij nog even lekker aan het eten, hè? En omdat hier weer verkoudheid heerst, gaan we gezond doen. Hallo. Ariane's werk is goed. Deze ziet er mooi uit, hè? Heel mooi, zo. Schat. Moeten we die sap drinken? Ja. Dat is heel gezond. Lea, wil je ook proeven? Ja. Het is wel een beetje zuur. Nee. Jawel, je moet het even proeven. En Lea verlangt weer naar haar oma Arjan. Die te roepen Arjan. Waar is Arjan dan? Thuis. En ik heb wat tips verzameld wat betreft het bestrijden van de hooikoort. En twee van jullie kijkers hebben, heel lief, dank jullie wel, geadviseerd. Medical taping. En de ander over een homeopathisch middel van dokter Vogel. Ik heb ze beide op mijn lijstje gezet. Ik heb gisteren nog iets anders gevonden. Ik denk van Bibio. Natuurlijke middelen tegen hooikoort. Eentje is rauwe lokale honing. Want ja, als je dus naar de imker gaat bij jou in de buurt. Dan zitten in die honing de pollen waar ik dus zo allergisch tegen ben. Ik denk dat we vanmiddag eventjes... volgens mij Blije Bij heet dat hier in Brunsum gaan. En op het moment dat je ergens allergisch voor bent en een allergische reactie hebt, dan kan dat door voedsel versterkt worden. Stamine-houdende producten zou ik dan moeten vermijden. En één van die producten is chocola. En dan zeggen jullie misschien, ja, jullie eten toch zonder suiker? Ja, klopt. Maar chocola eten we wel. Maar... niet altijd hoor, niet heel vaak. Gewoon iedere avond een stukje. Of twee. Drie. Opa. Misschien moeten we dat ook maar eens gaan schrappen van de lijst. Moet ik wel een goed alternatief vinden. Dus als jullie even lekker spelen, gaat mama even de kamer van Lea poetsen, oké? Okay? Ja. Oké, daar gaan we. De klus is weer geklaard. Ik was even zoeken, maar ik heb hem gevonden. Nou, dan heb ik dus de honing van Amsterdam de Veldmelange. Dus hier de omstreek. En honitella. Dus dat is pure chocolade met bloemenhoning. Dat lijkt me ook wel lekker. Oké, het is keukentijd. Ik heb deze in de winkel gekocht. Deze foto kwam ik toevallig ergens tegen. En dit zijn dus de ingrediënten plus de kip. Waarvan ik dacht... dat die hierin zit. Want ik heb geen recept, alleen een foto. Dit is onze versie. En dit wordt de versie van de kids. Yes. Maar ze moeten wel van alles eentje proeven. Eet smakelijk, jongens. Smakelijk. Mm. Hallo, goedemorgen. Lea is een beetje zielig, want ze is weer verkouden. Het is vrijdagochtend, ik ga zo werken. Ik ben mijn boterham aan het smeren. En ik ga dus nu even die honing testen. Ruikt lekker. Mama. Welke zijn dan nieuwe? Oh. De blauwe, de groene en de lichtblauwe. Waar had je het wel gezien? Ik zie ze op dat ding staan. Nee, je moet dat bekijken. Oh, dan moet je nog een keer overnieuw doen. Oh ja. Lekker. Wil je proeven? Nee. Honing? Nee? Mama. Ik wil een hoge muur maken. Ja? Oké, ga ik jou helpen. Oké, zullen we even de vlog openen van vandaag? Ja. Goedemorgen, het is zaterdag. Hi. Oh, papa die is even weg. Wij zijn dus lekker thuis. Gaan we nou bouwen? Een huis op de dak. Ja, gaan we dat doen. Oh, ik ben er van de blokken zoeken. En Nick is de architect. En de projectleider.
En de uitvoerder. Hoe hoog kan die wonen? Zo hoog. Net als jou. Net als ik? Mama. Kun je ook iets vertellen? Mama, ik wil bouwen. Bouwen. Wil je bouwen? Nanny. Lea, hè? Lea zegt altijd Nanny tegen zichzelf. Zo hoog is wel genoeg. Maar als er bezoek komen, dan gaat de brandweer hier parkeren. Dus dan zet ik dit hier neer. Oké. Lea ligt even in haar bedje. En ik ben even een boterhammetje aan het smeren van Nick en mij. En ik wilde deze eens uitproberen. Honingpasta. En hij ziet er op zich goed uit. Is ook goed smeerbaar. Maar hij ruikt echt vies. Hij ruikt naar paardenstal. Maar dan een vieze paardenstal. Oh, ik durf eigenlijk niet te proeven. Ik geef of Nick het wel lust. Bah, hij smaakt dus ook naar paardenstal. Mm. Ja, Nick vindt hem wel lekker. Maar ik heb nu wel 3 dagen achter elkaar die honing gegeten. Normaal gesproken word ik wakker en ben ik meteen aan het niezen als een idioot. Maar Maarten zei dat ik vanochtend dus helemaal niet heb geniest. Hij is er weer. De enige echte Maarten Middelveld. Middelveld. We gaan even naar de Lidl samen. Als je hier zo wat zo, dan komt dat bliksem. Even de buurman gek maken. Wie ben jij nou? Ik ga papa verslaan. Hi! Hi! Je wil je Lena? Ik zal hem buiten brengen. Want we zitten lekker aan tafel en we zijn een beetje aan het natafelen. En wat zegt Lea nou? Bip-boe-boe. 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 Eten, hè? We zijn de vakantie van Nick aan het inluiden, hè? Ja. Mark, waar is de andere bal? Oh, hier. Het is een wachtrijtje. Hier, even in de boel. Oh, chips. Het is moeilijk met Crocs aan, hè? Nee. Ja, je hebt gewonnen. Hallo. Zoals jullie zagen was ik net met mijn zusje in Duitsland. Bij de bakker. En we hebben daarvoor en daarna nog wat spulletjes gekocht. Onder andere schoenen voor de kinderen. Want ik kwam er dus achter dat ze allebei 1 of 1,5, 2 maten groter hadden. De schoenen van Nick waren tevens ook kapot. Dus die moest ook echt nieuwe schoenen hebben. Dan heb ik deze gekocht. En voor Lea deze. Mooi, hè? Mooi. Nou, we gaan eventjes naar de... Mijn motor zegt apotheek. Nou, we gaan even naar de apotheek, hè? Lea, ga je ook mee? Ga maar naar de tegens apotheek. Apotheek. Nee. Nee? Nou, let's go. Doe het later. Nee, jij. Nee, jij. Ik heb die voor jou gekocht. Oké.
Papa is de king of pancakes. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Ik ben me aan het klaarmaken. En Lea zit even wat liedjes te luisteren hier. Ik ga zo werken. En vandaag een klein beetje spannende werkdag. Ik heb zo'n afspraak met de directeur van de stichting waar ik werk. Stichting Radar. We gaan het hebben over ons gezamenlijk interesse. En dat is het vloggen. Want hij is ook bezig om intern voor de stichting vlogs op te nemen. We hebben daar gewoon een vrijblijvend gesprekje over vandaag. Dus dat vind ik super leuk en ook wel spannend. Wat ik nog wilde zeggen. Van de week heb ik bedden verschoond. En daarbij per ongeluk de kussens verwisseld. Ik had 3 dagen lang 's ochtends echt last van mijn onderrug. Ik zat gewoon helemaal vast. Nu hebben ze weer terug verwisseld. En ik heb geen last meer. Dus mocht jij last hebben van je onderrug, en kijk even of je het juiste kussen hebt. Nou, zoals ik vertelde, heb ik dus de afspraak vandaag met de directeur van Stichting Radar en Walter. Met Walter. Dit is de webredacteur bij Radar en dit is dus onze directeur, Frans Willems. Wat mij betreft een super inspirerend en leuk gesprek gehad. Bedankt heren dat ik hier aan tafel mocht zitten met jullie. Ja. Superleuk. Ja, graag gedaan, was heel leuk. Wat ik wel even wil zeggen, dat ik het, Nancy heeft een fantastisch voorbeeld met het vlog. En we hebben een uur een gesprek gehad en ja, het was echt heel inspirerend om, om haar ervaringen te horen. En prachtig dat ze bij ons werkt, bij Radar. En nou, daar hebben we van genoten. Tot zo weer. Doei. Nou, Nick heeft weer een kunstwerk gemaakt. Met deze handdoek kun je kokos maken. Mami. En dan gaat dat hier in deze buis. En dan knipt dat eerste handdoekje. En dan knipt hij ze nog een keer. Mm-hmm. Met deze speciale klepschaar. Oké. Wauw. En wat ontstaat er dan uiteindelijk? Het wordt eigenlijk een broodje met kaas. een broodje met kaas wordt het? Met spaghetti. Met spaghetti. Waar zijn de spaghetti's die klaar zijn? Die liggen op deze tafel hier. Spaghetti. Ik krijg er honger van jouw spaghetti verhaal. Hallo, het is woensdagochtend en het is hier echt vakantiemodus. Maar ik vind het heerlijk. Ja, de rotzooi vind ik wat minder, maar goed. Is het wit of geel? Roer ei is het. Eet smakelijk. Is het smakelijk, mama? Dankjewel. Eet smakelijk, Lea. Lekker? Ja. Ik ga niet meer weg. Jij bent ook lekker ding. Lukt het? Ja, echt wel. Oh, niet. We zijn ons aan het klaarmaken, want we gaan samen naar de IKEA. Maarten is altijd van de binnendoorroutes. Kennen jullie dat? Dat je keek. En tot de hè? Doei! We hebben de vlog in principe al afgesloten, maar we hebben een pakketje binnengekregen. En we willen jullie even laten zien wat erin zit. Oh. Ja! Oh. Zoals ik eerder al zei, neemt de vakantieplanning steeds meer vorm aan. We hebben dus nu een pakketje gekregen van Actie. Daar zit dus deze kaart in. En hier hebben we 2 gidsen. Voor Noord-Europa en eentje voor Zuid-Europa. En met deze kaart kun je dus op een van de campings die hierin staan, of meerdere natuurlijk, wat je wilt, in het laagseizoen met korting kamperen. Dan hebben we nog toegangscode gekregen tot deze app. Middels deze app kun je filter gebruiken. En je kan gewoon als je onderweg bent op een hele leuke manier op zoek gaan naar omliggende campings waar deze kortingkaart geldt. En met de feestende kinderen hier op de achtergrond, die zijn dus ook heel blij met het pakketje. Ja, ja, ja. Hebben we ook leuk nieuws voor jullie. We mogen van Actie hetzelfde pakket cadeau geven aan een van jullie kijkers. Ik laat zo meteen in beeld nog zien wat je moet doen als je mee wilt doen aan deze winactie. Tot de volgende vlog. Doei!